Een korte opmerking vooraf. Bij deze bijdrage wordt op een hopelijk onhoorbare manier een tekst in de vorm van digitale data meegestuurd. Aan het eind van deze bijdrage meld ik als digitale code SlowHell. Achteraf heb ik besloten om daar Tor Micro van te maken, THOR Micro. De software voor decoderen is FL Digi en dat is te downloaden op w1hkj.com. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag gaat over het meesturen van data met Daily Minutes Popular Science. Een paar dagen geleden had ik al een test met digitale informatie tijdens Daily Minutes. Ik heb hier ook eerder al wat uitgebreider mee geëxperimenteerd. Dit zijn digitale coderingsmogelijkheden zoals door zendamateurs en andere ethergebruikers worden gehanteerd. Zendamateurs hebben een aantal van deze modulatiesoorten zelf ontwikkeld, maar gebruiken deels ook modulatiesoorten zoals die door de professionals ontwikkeld en gebruikt worden zijn. En ook de professionals gebruiken modus die door amateurs bedacht zijn. De Amerikaanse marine maakt bijvoorbeeld gebruik van APRS, dat is een SMS-achtige manier van berichten uitzenden. Deze mode is door een zendamateur bedacht die een werknemer was van de marine en die dus later zijn systeem dus ook daar zijn gaan gebruiken. En zo zijn er meer van deze voorbeelden. Elk hebben die hun eigen specialisatie, CQ-historie. Ik zal er hier een paar van behandelen. Er zijn er honderden, zo niet duizenden van. Elk met hun eigen specifieke voordelen onder bepaalde omstandigheden. En dan heb ik het in deze bijdrage van vandaag alleen over de modulatiesoorten die tekens overdragen. Er zijn er ook voor sprake, zelfs voor beeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tegelijk met het gesproken woord van deze uitzending ook een kort gesproken tekstbericht digitaal mee te sturen. Verder zijn er bij het uitzenden van dit soort digitale gegevens bij Daily Minutes een paar verschillende mogelijkheden. Eentje daarvan is om de data onhoorbaar mee te sturen. Nou ja, bijna onhoorbaar, want Theo, de eigenaar van Radio Theepot, hoort inderdaad, zoals hij zegt, alles. En dat is ook maar goed, want hij moet tenslotte kunnen beoordelen of alles nog netjes werkt. Maar de gemiddelde luisteraar zal dit hoogstwaarschijnlijk niet opvallen. Daarnaast kun je ook dingen meesturen die wel voor de luisteraar hoorbaar zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de data in een korte beurt van 1 of enkele seconden te stoppen, die bijvoorbeeld aan het eind van de bijdrage wordt uitgezonden. Waarschijnlijk kun je dan wat meer tekst kwijt dan bij onhoorbaar. Het is behalve geluid en spraak, zoals ik dus al zei, ook mogelijk om beeldinformatie via de radio uit te zenden. Dat heb ik net als de burst met informatie wel eens enkele keer eerder gedaan. Met name fotomateriaal kost enkele tientallen seconden om uit te zenden. Je hebt dan echter wel een site in klein formaat foto met kleureninformatie waarop dingen heel goed te herkennen zijn. Het is daarnaast vrij zeker ook mogelijk om dingen als eenvoudige logo's, met name in zwart-wit, onhoorbaar tijdens de uitzending mee te sturen. Ik denk dat het heel leuk is om hier af en toe eens mee te experimenteren. Ik denk dat het bij al dat soort uitzendingen nodig is om 1 of 2 dagen of misschien langer van tevoren al aan te kondigen wat voor informatie ik erin stop. Zo kunnen luisteraars als ze dat willen zich voorbereiden en bijvoorbeeld alvast de benodigde software klaarzetten. En dan moet ik nog opmerken, het betreft hier experimenten. Dat wil zeggen, een experiment waarvan de inhoud mislukt of ondecodeerbaar is. Dat is nog steeds een geslaagd experiment. Anders was het een bijdrage of een programma. Want dan ben je, als het goed is, redelijk zeker dat het te decoderen, CQ te ontvangen is en dat dat wel lukt. Bij een experiment is de uitkomst in alle gevallen onzeker. De oudste digitale manier van uitzenden is overigens morsen. De oudste manier van uitzenden is overigens ook morsen. Zendamateurs maken gebruik van een breed scala aan digitale modulatiesoorten voor datacommunicatie, inclusief dus morse. RTTY is een van de oudste digitale modus die al sinds de jaren 20 in gebruik is, gebaseerd op telexmachines die eerder via draden werkten. Het verzenden wordt gedaan in Baudot-code en dat via een radiozender, waarbij elke letter en cijfer een specifieke reeks tonen vertegenwoordigt. RTTY wordt nog steeds veel gebruikt, maar dat is tegenwoordig met computers. Oorspronkelijk gebeurde het met zeer zware, lawaaiige telexmachines dus. Packet radio is een methode waarbij gegevens in pakketten worden verzonden, vergelijkbaar met hoe dat op internet gebeurt. Eigenlijk is dat gewoon helemaal hetzelfde als op internet. Deze pakketten bevatten gegevens en foutcorrectieinformatie om een betrouwbare overdracht te garanderen. Pakketjes zijn verder genummerd en kunnen langs verschillende routes de bestemming bereiken. Er zit een afzender en een bestemmingsadres op in elk geval. En die pakketjes die kunnen vanwege die nummering dan weer op de plaats van bestemming in goede volgorde in elkaar gezet worden. Die foutcorrectie die is om een betrouwbare overdracht te garanderen. Bijvoorbeeld kan een pakket dat niet goed aankomt opnieuw opgevraagd worden.
Het meest gebruikte protocol voor Packet Radio is AX25, dat speciaal ontworpen is voor amateurgebruik. Packet Radio wordt vaak gebruikt voor APRS, Automatic Packet Reporting System, een systeem dat ik al noemde waarmee je berichten via een zender kunt versturen. De meest bekende toepassing is het versturen van positiegegevens van bijvoorbeeld een GPS-ontvanger. Maar in tegenstelling tot Common Belief is dat niet de belangrijkste toepassing ervan en ook niet de bedoelde toepassing. PSK 31 is verder een populaire digitale mode die gebruik maakt van faseverschuivingsmodulatie. Het is zeer efficiënt in bandbreedte en kan communiceren bij heel zwakke signalen, wat het ideaal maakt voor verbindingen met een klein zendvermogen. MFSK gebruikt verder meerdere toonfrequenties om gegevens te verzenden. Een bekende variant hiervan is MFSK 16, dat 16 verschillende tonen gebruikt om gegevens te coderen. Deze mode bevat een goede foutcorrectie en is geschikt voor gebruik onder moeilijke omstandigheden. Ja, van al die vele modi zijn dit er een paar heel bekende. Daarnaast zijn er modi die speciaal gemaakt zijn voor bijvoorbeeld het digitaal versturen van spraakgeluid. Een aantal zijn beeldmodulatiesoorten en een aantal van die beeldmodulatiesoorten zijn nog gebaseerd op al bestaande systemen die nog analoog zijn. Een heel bijzonder is verder het Helschreiber-systeem dat voor de oorlog in Duitsland werd ontwikkeld. Hierbij wordt iedere letter als een klein plaatje uitgezonden. Ook de storing is te zien als puntjes en het is het menselijke gezichtsvermogen dat overigens heel goed daarin is dat het signaal uit de storing tevoorschijn moet toveren. Ja, vrij recent zijn de modes van de zendamateur en astroloog Joe Taylor bijgekomen. Dit zijn een aantal systemen die alle de eigenschap hebben dat ze nog met heel veel minder zendvermogen uit de voeten kunnen dan de andere modulatiesoorten. Tevens is een deel van het contact te maken geautomatiseerd. Deze systemen zijn vanaf het moment dat ze geïntroduceerd werden direct heel populair geworden. Naast de eerder al bestaande modulatiesoorten zijn deze systemen bij zeer veel mensen tegenwoordig in gebruik. Deze uitzending werd gemaakt met behulp van AI. Groot deel is zelf geschreven op basis van dingen die me al bekend waren. Bij deze bijdrage zat als test al een digitale tekst. Nou ja, digitaal. Het was in slow hell op 73 hertz. Om dit te decoderen heb je bijvoorbeeld het programma FL Digi nodig. Dat kun je downloaden op w1hkj.com. W1hkj.com. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me en natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.